leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe bouwupdate vlog op het kanaal van Nekmans. Ja, zodra de markt is afgelopen vanmiddag, gaat het eindelijk weer gebeuren na 2 jaar afwezigheid. Namelijk, we krijgen dit jaar weer koningskermis hier in Dieren. Ja. Eerst heb je de markt hier, nadat de markt is afgelopen, gaan ze dit hele pleintje vol bouwen met allemaal attracties. Er komt ook een feesttent te staan, daar heb je onder andere Rijk en Kaliber komen hier optreden. Dat is ook weer terug, dus wat voor attracties er precies komen, dat zien we vanaf 1 uur wel verschijnen. En dan kunnen we weer 5 dagen genieten. De kermis is op maandag 25 april gesloten, maar we hebben 5 dagen plezier. Want we kunnen vanaf vrijdag, aanstaande vrijdag, gaan genieten. Zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag.
Thank you.
Nou moet je doorkomen. Ja, snap ik. Waar moet je hierheen komen? Let wel op de praat, hè? Nee, ik moet naar de boven. Ja, let op de praat. Niet één duim, toch? Ook eigenlijk heel veel praat. De platen nog allemaal. Kom maar. Wat is dat? Kom maar, ik zet hier onder, moet je niet